MKB Noord en VNO NCW Noord willen dat de gemeenten de toezichtslasten voor ondernemers gaan verminderen. De koepelorganisaties stellen vast dat ondernemers te vaak vergelijkbare informatie moeten aanleveren aan verschillende inspecties. Dit leidt tot onnodige irritatie. De ondernemers hebben hiervoor een stappenplan ontwikkeld waardoor de lasten van toezicht met 25% omlaag gebracht kunnen worden. Maar we laten aan de hand van die concrete voorstellen die we formuleren, en die zitten in dat plan, ook zien hoe het anders kan. Dat hebben we bij de vergunningen gedaan en bij de plaatselijke verordeningen. Toen hebben we laten zien welke vergunningen geschrapt zouden kunnen worden. En in dit plan schrijven we dus ook op hoe je het toezicht anders kunt organiseren. En dat allemaal in het belang ervan dat we met z'n allen willen dat de administratieve lasten of de regeldruk afneemt. De Groningse ondernemers vinden dat de toezichthouders en regelgevers meer rekening moeten houden met de ondernemers. We vinden dat ondernemers veel te vaak informatie moeten aanreiken aan verschillende organisaties die onderling veel beter zouden kunnen samenwerken en aan informatieuitwisseling zouden kunnen doen. We vinden dat een moderne overheid ook in Nederland veel meer met die ICT aan de slag moet op dat te terrein. We vinden ook dat de afstemming tussen die organisaties anders kan en beter moet. Uh, het is nog veel te veel zo dat ondernemers veel, uh, veel verschillende toezichthouders uh, 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 over de vloer krijgen op verschillende momenten met tegenstrijdige uh, voorschriften. Of interpretaties van regels en wetten. En de ondernemer moet het dan maar uitzoeken. Veelal trekt hij dan aan het kortste eind. En dat kan nooit de bedoeling zijn, vinden wij. Het stappenplan Lokaal Toezicht Mag Het Minder wordt naar alle gemeenten in Noord-Nederland verstuurd. En ik verwacht dat we dan daardoor ook aan de doelstellingen die het kabinet zich geformuleerd heeft. Want het wordt tijd dat we die nu gaan inlossen. 25% reductie van lasten of regels. Dat we daar ook vorm aan kunnen geven. En we hebben dat willen doen door niet, wat ik al zei in het begin van mijn verhaal, te zeggen hoe je, dat je het anders moet doen, maar gewoon zelf de hand aan de ploeg te slaan en te laten zien hoe je het ook anders kunt doen.